Vannacht is Donald Trump president geworden van de Verenigde Staten. Heel onverwacht eigenlijk. En meteen creëert dat enorme onzekerheid. Economische onzekerheid, in die zin dat Trump had aangekondigd dat hij alle handelsakkoorden gaat heronderhandelen. I'm going to tell our NAFTA partners that I intend to immediately renegotiate the terms of that agreement to get a better deal by a lot, not just a little, by a lot. Dat hij eigenlijk een heel ander economisch beleid wil gaan voeren. En dan voel je dat dat enorme repercussies kan hebben, dat mensen zich echt zorgen maken. Evengoed vragen op militair vlak. Hij heeft heel de structuur van de NAVO in vraag gesteld. Recently, I have said that NATO was obsolete because it did not properly cover terror. And also that many of the member countries were not paying their fair share. Moet Amerika zoveel blijven betalen en al die kleine landen, die Europese landen, moeten die niet veel meer gaan bijdragen? En ook, is Amerika wel bereid om meteen in te grijpen als bijvoorbeeld een van die kleine landen zou aangevallen worden door Rusland of een ander land? Heeft die allemaal in vraag gesteld, dus opnieuw onzekerheden. Ik denk een derde groot punt is de rol van de Verenigde Staten in de wereld. Als je ziet de relaties met de Arabische landen, hij heeft gezegd: When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States, Europe. Ik wil geen moslims meer in mijn land. We gaan een tijdelijke ban invoeren. Heeft enorm veel spanning veroorzaakt. De relatie met Mexico, waar hij zegt, Mexicanen gaan moeten betalen voor die muur. Het zijn allemaal verkrachters en misdadigers die hier binnenkomen. Je voelt die onzekerheid. Die onzekerheid leidt tot spanning, leidt tot grote vragen. En uiteindelijk de vaststelling dat de wereld een gevaarlijkere plek daardoor wordt.